6 oktober is het weer zover. In heel Nederland worden wensen van ouderen vervuld, zo ook in Gouda. De wensen konden worden aangeleverd in de vorm van wenskaarten die werden verspreid via allerlei organisaties die in contact staan met ouderen. In de studio is Karen Witkamp aanwezig, zij is lid van het comité Nationale Ouderendag. Hartelijk welkom, Karen. We hebben afgesproken je en jij tegen elkaar te zeggen. Ja. Dus op 6 oktober is voor de 4e keer de Ouderendag georganiseerd. Waarom is dat nodig? Nou, het idee is een aantal jaar geleden ergens anders ontstaan in Zeist door een echtpaar wat vond dat nou minimaal 1 keer per jaar ouderen een beetje in het zonnetje gezet moesten worden en een wens zouden kunnen laten vervullen. Iets wat ze nog echt heel graag zouden willen. En wij hebben dat 4 jaar geleden dat idee omarmd en zijn begonnen omdat we dat een bijzonder idee vonden. Ja. 1 keer per jaar is eigenlijk te weinig natuurlijk. Dat is een beetje de insteek van mijn vraag. Omdat ik dan denk van, is dat voldoende 1 keer per jaar een wens vervullen? Want over wat voor soort wensen praten we in dit geval? Nou, het kan van heel klein tot een kopje koffie drinken in de stad of winkelen in Gouda. Tot een mevrouw die wil zweefvliegen omdat ze ooit haar brevet gehaald heeft. Dat is wel dus heel bijzonder. Ja. En die wens is inmiddels eigenlijk al, nog niet vervuld, maar er is iemand die zich daarvoor gemeld heeft. Ja. Dus je kan het van klein tot groot ja. En we moeten wel altijd afwachten of er geschikte vrijwilligers voor zijn. Want ja, hoe kwamen jullie aan die meneer of mevrouw die dan ook kon zweefvliegen of die haar daarvoor kon meenemen? Was dat gewoon toeval? Nou, het kan zijn dat iemand dat per toeval gevonden heeft op onze website. We zijn inmiddels ook al via onze Facebookpagina mensen aan het oproepen om de wensen te gaan vervullen. Of in ieder geval te gaan kijken of er een goede wens voor hun tussen zit. En we gaan deze week ook alle oud-vrijwilligers of wensvervullers, zeg maar, die de afgelopen 3 jaar mee hebben gedaan, die gaan nu een mail krijgen om te kijken of zij toch ook opnieuw willen aanhaken. Willen doen. Ja. Okay. Want de wensen konden worden ingevuld tot ergens in augustus, ja, begrepen? Ja. En om hoeveel wensen gaat het in totaal of ongeveer? Heb je daar? We hebben er nu denk ik zo'n 50. 50. Ja. Oké, dat voor Gouda. Ja, nou, ik moet zeggen, er zijn er dit jaar minder dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we er 100. Ja. Ja, waarom we er nu 50 hebben, dat durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat de Rotary Gouda en Gouda Bloemendaal, die zijn eigenlijk achter ons aangehaakt. Ze zijn ook met een soort actie begonnen. En die gaan met bijna 150 ouderen een dagje naar Rotterdam. Die gaan een speedo-rondvaart doen en aansluitend een lunch. En die zijn daar vorig jaar een beetje mee aangehaakt. Dus die hebben eigenlijk een redelijk grote groep ouderen inmiddels. Ja. Niet in concurrentie weggehaald, wil ik niet zeggen. Want die mensen krijgen natuurlijk wel een hele leuke dag. Dus, ja. Maar daar zou het aan kunnen liggen, ja. Ja, want er kunnen nu dus geen nieuwe wensen meer worden ingeleverd. Dus er komen ook niet veel meer mensen bij. Terwijl je zou zeggen, met 50, daar zou best toch wel eens een grotere groep voor gemaakt kunnen worden. Nou, het is ook zo dat we 50, dat zijn de individuele wensen. Maar we hebben ook ieder jaar dat we in de instellingen nog wel een programma gaan verzorgen. Althans, wij niet. Maar we roepen ook mensen op die eventueel iets willen doen. Zo gaat het ideecollege ieder jaar in de Zavelberg pannenkoeken bakken met de dagbewoners. En wat wordt er nog meer gedaan? We hebben in vorig jaar in de Hanenpraai zitgymnastiek gehad. Dus dan worden er meer groepen bediend dan individuele mensen. Ja, dus uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar op zou tellen, kom je toch wel aan 100 of misschien wel over de 100 mensen. Oké, want jullie hebben ook dit jaar de samenwerking gezocht met sociale wijkteams en buurtvoorlichters. Heeft dat nog wat opgeleverd? Ja, daar zijn wel wensen uitgekomen. En juist de individuele mensen, die hebben we via hen bereikt. Ja. De afgelopen jaren hebben we heel veel wensen uit de instellingen gehad. Maar daar wordt al heel veel georganiseerd voor mensen. Die gaan al vaak dagjes uit of dat er intern iets georganiseerd wordt. Dus we hadden echt zoiets van, die hebben eigenlijk al voldoende. Voor zover je daarvan kan spreken. Ik wil zeggen, dat is een geruststellende gedachte. Ja. Dat er in ieder geval zoveel georganiseerd wordt. Dat die betrokkenen denken van, laat me zitten een keertje. Ik ga wat anders al doen, dus ik doe het even niet. Ja, dat was in dit geval ook wel. Dat er bij een aantal, ik geloof in de Rondshof, dat een mevrouw tegen mij zei, ik moet even kijken, want er wordt ook iets
door een intern clubje georganiseerd. Dus ik moet gaan kiezen wat ik nu ga doen. Dus uiteindelijk zijn we toch heel erg blij dat die sociaal wijkteams... die weten wel echt de eenzame mensen te vinden. Ja. En dan moet je nog maar afwachten of zij toch echt iets willen of nog iets te wensen hebben. Ja. En je had het net over zweefvliegen. Zijn er nog meer bijzondere wensen geweest waarvan jullie dachten... hé, dat is wel heel apart, hier moeten we iets mee... of hier moeten we er even wat langer voor gaan zitten? De wens van een mevrouw van de Starre, die heeft in de Goudse Post gestaan. Die heeft in de jaren 50 in de Herenstraat in Korte Akkeren gewoond. Uh-huh. Ze zei dat werd toen de Goudse Jordaan genoemd. Ze heeft foto's van een gezelschap mensen wat op reis zou gaan. Ze hadden ieder jaar een soort uitje. En ze zou het leuk vinden als ze contact zou krijgen met mensen uit die periode om herinneringen op te halen. Ja. Dus daar in de krant, in dat stukje heeft in de krant gestaan. En inmiddels zijn er een stuk of 6 mensen die daarop gereageerd hebben. Maar wellicht zijn er nog meer mensen die nu denken van... Hé, ik heb ook in die periode daar gewoond. Dan zullen we voor dat doel even een telefoonnummer noemen wat ze kunnen bellen om daarop te kunnen reageren. Dat gaat om 0182-820392. Dus 0182-820392. Daar kunnen mensen naar bellen om zich daar aan te melden. Als ze het leuk vinden, ik ga kijken of we in Korte Akkeren een soort reunie kunnen organiseren. Gewoon een gezellige middag met een hapje en een drankje. Ja. Dat wordt helemaal leuk. Ja, zeker. En de dag zelf, is daar nog iets over te zeggen als het gaat om de opening? Is daar iets in georganiseerd? Ja. De opening wordt verzorgd door wethouder Corine Dijkstra. Ja. Dat gaat gebeuren in het Groene Hart Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft zich dit jaar ook aangesloten bij de Oudere Dag. Ja. Aansluitend is er een workshop verzorgd door medewerkers van Pluszorg. Die gaan een bloemschikworkshop doen op de afdeling geriatrie. Ja. En... ik wou zeggen, aanhakend gaan al die mensen de wensen vervullen. Maar die maken natuurlijk individuele afspraken met het is niet allemaal op 6 oktober. Een aantal zal later zijn. Maar de meeste, het is wel de bedoeling dat de meeste wensen gewoon op 6 oktober vervuld worden. Okay. Maar de afspraken zijn gewoon of je doet het 's middags of 's morgens. Het is gewoon in onderling overleg met de ouderen. En afhankelijk van wat ze willen. Want het is misschien ook soms vraagt wat organisatie om dat voor elkaar te krijgen. En niet allemaal op 6 oktober haalbaar. Nee, soms moet het op een andere dag. Ja. Maar ondanks die 50 aanmeldingen, toch wel voor jullie ook voldoende reden om te zeggen van als dit gewoon leuk wordt weer vandaag, dan die dag gaan we het volgend jaar weer doen? Absoluut. We hebben nieuwe comitéleden erbij, dus nieuw bloed, dat is altijd goed. En we gaan volgend jaar gewoon weer met frisse bloed opnieuw beginnen. In ieder geval voor straks heel veel plezier en succes gewenst. En dat het maar een hele mooie en... goeie dag voor de ouderen mag worden. Dank je wel. Dank je wel. En u thuis bedankt voor het kijken. Wilt u deze of eerdere uitzendingen nog eens terugkijken in HD? Kijk dan op onze website www.gouwestad.nl en kies uitzending gemist. Of kijk op ons eigen YouTube-kanaal RTV Gouwestad. Dat was het wat betreft de Gouwestad Magazine. Graag tot de volgende keer.